Mijn opa was voor de Tweede Wereldoorlog een grote rok- en blouseenfabriek in Berlijn, had hij in Berlijn. Mijn andere opa importeerde stoffen. Mijn twee ooms en mijn vader, die waren allemaal ondernemer. Dus wij komen uit een echt ondernemersgeslacht. Dat betekent dus dat je ook gewend bent om dingen zelfstandig te doen. Daarnaast heb ik 6 jaar bij de Bijenkorf gewerkt en daar een fantastische leertijd gehad. En ik merkte al heel gauw dat ik echt veel beter geschikt was als kleine ondernemer dan als grote knecht. Ik kan heel slecht aarden ergens in de middelmoot. Dat zit niet in mijn karakter.